ben Tini Laris en ik ben vandaag lectrice. Ik wens u, de 30 kerkgangers in deze kerk, maar ook u die via de kerkenradio met ons verbonden bent, van harte welkom bij deze Eucharistieviering. Vandaag, op de Nationale Vaderdag, vieren wij de 12e zondag door het kerkelijk jaar. Uiteraard wordt er ook degelijk rekening gehouden met de door de RIVM en het bisdom opgelegde regels. Zo is het niet toegestaan om mee te zingen. Jammer, hè? Maar u kan natuurlijk de liederen wel meelezen. Volgt u de aanwijzingen van de toezichthouder alsjeblieft op. De celebrant tijdens deze heilige mis is pastor Willy Rekveld. De kantoor is de heer Frans Weilens. En de heer Ton ten Hagen verzorgt de instrumentale begeleiding. Ook tijdens de Eucharistieviering van komende zondag, 28 juni, mogen maximaal 30 kerkgangers aanwezig zijn en dient u een plaats te reserveren. In de opwegpagina van deze week ziet u hoe u dat reserveren kunt doen. Uiteraard wordt ook tijdens die heilige mis rekening gehouden met de coronavoorschriften. Pastor Herman Zegger is gestopt met het voorgaan in vieringen in de Franciscusbrug. Als u hem bij wijze van afscheidsgroet een persoonlijk berichtje wilt schrijven, vindt u daarvoor in de Mariakapel van deze week, van deze kerk, een bakje met blaadjes waar u uw wens op kunt schrijven. Meer informatie over dit initiatief van de pastoraatgroep en hoe u uw boodschap kunt inleveren, kunt u lezen op het affiche dat aan het bakje is geplakt. Uw bijdrage aan de collecte kunt u bij het verlaten van de kerk in de schaal leggen die achter in de kerk staat. We beginnen deze viering van de Eucharistie, indien mogelijk staande, met het intredelied Christus die verrezen is. Het is nummer 306 op bladzijde 193 in de rode brandstapel. Nogmaals, het is niet toegestaan om mee te zingen. Een goede viering. Welkom in deze kerk.
en hoop op een toekomst. Ondanks alles wat er gebeurt in kerk en wereld, in kerk en samenleving. Want nooit eerder is er zoveel gediscussieerd als in deze tijd over allerlei onderwerpen. Geschiedenis, het verleden, het heden en de toekomst. Hoe gaan wij daarmee om? Durven wij dat alles te stellen in het licht van het evangelie, in het licht van de boodschap van Jezus de gezalfde? Durven wij zo samen te bouwen in vertrouwen aan de toekomst, waarin respect en liefde de boventoon mag voeren? Dat men naar het goede uit het verleden omkijkt en het minder goede een plek geeft om ervan te leren. Wij buigen ons hoofd en we vragen aan het begin van deze Eucharistieviering om ontferming. Broeders en zusters, blijven we dan onze zonden, bekeren we ons tot God om deze heilige Eucharistie goed te kunnen vieren. Ik beleid voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten. Door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de Heilige Maria Mater en Maagd, alle engelen en heiligen, en uw broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer ons God. Mogen Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot eeuwig leven. Thank you.
die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God tot in de eeuwen der eeuwen. Amen. Wij openen de Heilige Schrift en gaan luisteren naar het woord van God. Eerste lezing uit de profeet Jeremia. Jeremia sprak: ik hoor vele fluisteren. Daar heb je ontzetting overal. Breng hem aan. Ja, we brengen hem aan. Al mijn vrienden willen niets liever dan mij ten val brengen. Ze zeggen: misschien laat hij zich misleiden. Dan overmeesteren we hem. En kunnen we ons op hem wreken? De Heer is bij mij als een machtige strijder. Mijn achtervolgers vallen neer. Ze zullen niet overwinnen. Ze worden diep beschaamd. Nooit bereiken ze iets. Hun schande duurt eeuwig. Ze worden nooit vergeten. Heer van de hemelse machten, die alles rechtvaardig onderzoekt, die hart en nieren doorgrondt, laat mij zien hoe gij u op hen wreekt. Ik heb immers mijn zaak in uw handen gelegd. Zingt een lied, een loflied voor de Heer, want hij heeft het leven van de armen uit de macht van de boosdoeners gered. Zo spreekt de Heer. Nu wordt Psalm 7 gezongen: de Heer is mijn licht en mijn heil. Adam nu is het beeld van hem die komen moest.
Maar de genade van God laat zich niet afmeten naar de misstap van Adam. De fout van één mens bracht allen de dood. Maar God schonk allen rijke vergoeding. Door de grote gave van zijn genade, de ene mens, Jezus Christus. Zo spreekt hij. Ogen lezen we
Zo sprak hij: dood mij niet, gun mij het leven, deel het leven met mij. En dat is misschien ook wel de kern van de lezingen van vandaag. Er overkomt mensen van alles. Mensen zoals Jeremia. In het evangelie horen we dat. En ook van de jonge christengemeenschap in de tweede lezing. Jezus zegt het zo mooi. Niets is bedekt of het zal onthuld. Niets is verborgen of het zal bekend worden. En zo kijken we misschien ook wel naar het verleden. Zeker nu hier ten dagen. Discussies ten over. En gaat het over het gelijk van de sterkste. Over degene die het hardste schreeuwt. Of iemand die fluistert. Die stamelt, zoals ook Jeremia. Iemand die zegt: ik weet het ook niet. Het benauwt mij. En beste medegelovigen, het benauwt mij soms, zeker in de laatste periode, van hoe men met elkaar omgaat. Het verleden. Heden en de toekomst. En het verleden is er ook in het geloof, ook in de samenleving. En dat heeft zijn goede kanten gekend, maar helaas ook de minder goede kanten. De minder goede kanten waarvan we nu zeggen: dat mag niet weer gebeuren. Mensen die elkaar veroordelen op een kleur, op een geaardheid, of wel of niet geloven, noem alle facetten van het leven maar op. Maar ik hou me steeds meer vast aan die ene zin uit het Eucharistisch gebed. Eucharistisch gebed nummer 6. Waarin we bidden, voordat we dat brood nemen en breken en delen, dit ben ik voor jullie gebroken, kwetsbaar en klein. Waarin staat, degene die we telkens weer vieren, en waar we telkens horen in die tijd, zei Jezus, hij die ruimte geeft en vrijheid schept, hij die de naam geworden is ten einde toe. Kunnen wij als mensen leren van het verleden elkaar die ruimte en die toekomst geven? Om te leren van het verleden, staande in het heden, te bouwen aan de toekomst. Waarin onze volgende generaties ook ervan mogen profiteren. Wij mensen willen zijn respectvol, vol liefde, vol nabijheid. Of zoals het eerste gebod ons zegt, en nooit maar een leefregel, ik hou veel meer van een leefregel als van een gebod. Een gebod klinkt zo zwaar. God liefhebben, en de naaste als jezelf. God die zichtbaar is geworden in die ene mens, Jezus Christus, die die weg ten einde ging, die ook keek naar het verleden, en hij haalt het ook vaak aan in het evangelie, maar die in het heden toekomstgericht zegt: ik ben gekomen om te oordelen, om te veroordelen, maar om te redden. En wat heeft onze wereld, onze kerk, meer dan meer behoefte aan jongeren? Ik zie er een paar in de kerk en daar zie ik er een zitten. Die toekomstgericht bezig willen zijn. Die
samen met ons willen bouwen aan de toekomst. Aan een wereld van liefde, vrede en gerechtigheid. Waar men niet kijkt naar kleur of afkomst. Naar wie je bent of wie je niet bent. Wat hebben we daar allemaal een behoefte aan? Ook in een tijd van 1,5 meter afstand. Verleden. Heden. Wees niet bevreesd. Ieder die mij bij de mensen beleidt, zegt Jezus, zal ik als het mijne erkennen. Ik zal met hem het leven delen, zoals we straks het brood van liefde mogen delen, van vrede en gerechtigheid. Dit ben ik. Voor jullie. Mogen wij zo in het heden kijken naar het verleden, van het verleden leren en toekomstgericht zijn, opdat onze wereld en daarmee ook onze kerk er heler van wordt. Samen getuigen van ons geloof. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft van de Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nederdaald is te redden. De derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de Heiligen, de vergeving van de zonde, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Dat het vertrouwen in zijn kracht
in zijn wijsheid en in zijn liefde ons stimuleert tot het in ons te blijven zetten voor een betere wereld. Laat ons zingend bidden. Bidden wij op deze Vaderdag voor alle mannen die geduldig en liefdevol kinderen begeleiden op de weg naar volwassenheid. Dat hun onbaatzuchtige inzet de kinderen en daarmee de wereld ten goede zal komen. Laat ons zingen bidden. Bidden wij met Paus Franciscus dat allen die lijden hun weg in het leven vinden en zich daarbij laten raken door het hart van Jezus. Laat ons zingend bidden. Bidden wij voor al onze dierbare overledenen dat de hemel hun thuis mag zijn. En dat zij zich bij God geborgen weten. Tijdens deze viering houden wij de jaargedachtenis van Jan Noordink, van Otto Hammer, van Aleida Lansing, Bouwhuis en Johan Lansing. En verder is ons gebed juist vandaag gevraagd voor alle vaders. Verleden, heden, vaders in spe en verloren vaders. Gerrit en Asper Bouwhuis, Truus Hilderik van Mast, Suze Terhuun en Tijghuis, voor een spoedig algeheel herstel, voor alle artsen, zorgpersoneel en allen die van overheidswegen helpen om coronabesmetting in te dammen. Uit dankbaarheid voor alle hulpverleners en mantelzorgers die hun geduld niet verliezen. Voor acceptatie van de toekomst. De vele gebeden die staan geschreven in het gastenboek van de Mariakapel. Bidden we nog een moment in stilte voor onze eigen intenties, waar wij ons zorgen over maken en voor wat ons bezighoudt. Laat ons zingen bidden. Heer, onze God, wij bidden u verhoor ons. Barmhartige, getrouwe God, verhoor onze gebeden. Geef ons toekomst. In Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer, voor tijd en eeuwigheid. Amen. Zoals al bij de mededeling is gezegd, kunt u bij het verlaten van de kerk uw bijdrage aan de collecte in de schaal leggen die achter in de kerk staat. En terwijl het altaar klaargemaakt wordt, wordt nu uw Heer zijn lof gebracht gezongen. Het is nummer 390 op de bladzijde 242 in de rode bundel. Oh.
Deze gemeenten en zusters, dan ben je niet offer aan waar geworden door God de Almachtige Vader. Mogen de Heer het offer bij ons allen aannemen. We kloppen even om zijn naam tot welzijn van onze meneer zijn eigen kerk. Heer, onze God, overvloedig zijn de gaven uit uw hand. En hoezeer verlangt gij dat zij ons ten goede komen. Ten goede komen aan alle mensen. Mogen onze gaven opgenomen worden in het offer van uw geliefde Zoon. Die zichzelf gegeven heeft als verzoening voor ons allen. Door Christus onze Heer. Amen. De Heer zal bij u zijn. Verheft uw hand. Brengen wij dank aan de Heer onze God. Heilige Vader, machtige Heer, God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heilig genezing te vinden, zullen wij u danken altijd en overal door Jezus Christus onze Heer, die met ons onbestendig wordt begaan is vlees geworden, geboren uit de maag, die aan het kruis gesproken op ons gered heeft van de dood die eeuwig duren zou, die opgestaan wordt ook onder het voortleven tot in eeuwigheid. Daarom met alle engelen, machten en krachten, met alle bestaan op uw troon loven en aanbidden wij u en zingen u toe met de woorden. Met de Heilige Jozef, haar bruidegom, met de Abt.
apostel en met alle heiligen die jullie vleden in u wel waren, waardig bevonden worden het eeuwig leven te lachen te zijn en u loven en dieren door Jezus Christus, uw Zoon. Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen. Laten wij dan zingen binnen de woorden die Jezus ons gegeven heeft.
Laten we dan staan voor de zegen. In naam
Scharen Offenbarungen, Nummer 7 uit uw misbruikje. De Heer zij met u. Zo zie ik ons almachtige, maar bovenal barmhartige God. De God die mij noemt, Vader, Zoon en Heilige Geest, Amen. En laten wij gaan.